Welkom bij TSC TV, met aandacht voor de wedstrijd TSC tegen Lienden. In een uitverkocht huis, er waren zaterdag 9 april ruim 2500 toeschouwers op de lok, heeft de Tielse Eendrachtscombinatie met 1-0 verloren van streekgenoot FC Lienden. In een uitstekende ambiance werd niet al te hoogstaand voetbal gepresenteerd, wel was het spannend tot het laatste fluitsignaal. Het technische hart van TSC had ervoor gekozen om in een 4-3-3 opstelling te spelen en had Van D opgeofferd voor Van Inge, die ditmaal in de achterhoede begon. Allereerst de opstellingen van beide ploegen. Allereerst TSC. Op doel Van der Sman. Achterin Kiyomeni, Takasawa, Van Inge en Vierek. Op het middenveld Van Gessel, Alles Kan en Noël Sanaki. En de voorhoede wordt gevormd door De Wind, Bartels en Boesbiba. Dan de opstelling van FC Lienden. Op doel Schimmel. In de achterhoede Dua, Broekhoff, Van der Neut en Interzar. Op het middenveld Van Hussen, Laf Danke en Vreekamp. En de voorhoede van FC Lienden wordt gevormd door Holder, Grot en Ayag. Het fysieke sterke Lienden had in het begin van de wedstrijd het betere van het spel en meteen een grote kans. In de derde minuut was het de van WKE overgenomen Holder die een vrije kopkans had. De bal miste kracht en was daardoor een prooi voor keeper Van der Sman. In de eerste helft ging het in de aanval vaak mis bij TSC. De snelle Boesbiba zat volledig in de broekzak bij de sterke Dua, die daardoor de angel uit veel aanvallen van TSC haalde. In de 12e minuut moest Van der Sman opnieuw zijn kwaliteiten tonen, toen Laf Danke meteen uit de draai op de Tielse doelman schoot. TSC kwam beter in haar spel, zonder echte kansen te creëren. De spannende wedstrijd speelde zich met name op het middenveld af, zonder echte kansen voor beide ploegen. In de blessuretijd van de eerste helft ging het mis bij TSC. Bij een aanval van Lienden verloor verdediger Takasawa het zicht op de bal, waardoor deze voor de voeten kwam van een FC Lienden aanvaller. Van Inge kon de bal in eerste instantie nog van de lijn halen, maar Holder van Lienden trapte in tweede instantie onhoudbaar in. 1-0. In de rust werd Daoud Boesbiba gewisseld voor Mohamed Nouri. TSC ging opportunistischer spelen en hanteerde meer en meer de lange bal. Het degelijk spelende Lienden kwam daardoor echter niet in gevaar en kwam er zelfs met regelmaat gevaarlijk uit. In de 22e minuut bracht trainer Van den Berg Erik van D in voor Aki Tawasaka. Daarnaast ging Sven van Inge voorin spelen om zodoende de gelijkmaker te forceren. Dames en heren, dit zijn het team bij TSC met nummer 12. Tawasaka is vervangen door nummer 3, Erik van D. Dat had zo nog maar gekund, een kwartier voor tijd, toen Van Inge uit de draai op de paal schoot. Het was een van de spaarzame momenten dat TSC op doel kon schieten. Lienden speelde de wedstrijd professioneel uit en kwam niet meer in gevaar in de laatste minuten. Door de winst van FC Lienden maakt de club uit de Betuwe een goede kans om opnieuw kampioen van Nederland te worden. TSC blijft ondanks het verlies volop meedoen om een plaats bij de eerste 7. Hans van der Haar, 3 punten in de knip. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Laatste kwartier moeilijk. Daarvoor denk ik terecht dat wij voorstaan. Moet ik eerlijk zeggen, als ik het zo vanuit mijn Lienden kant bekijk, dan denk ik gewoon dat wij toch het ding gedaan hebben wat we altijd doen. En Tech niet, niet hebben laten voetballen. Ja, dat klopt. Het spel van de TSC kwam er totaal niet uit. Bij de 1-wedstrijd, dus in Lienden was eigenlijk hetzelfde verhaal. Was dit weer een wedstrijd de jongens tegen de mannen? Ja, nou, ik moet wel zeggen dat dit minder duidelijk was. Ik vond dat wij thuis sterker speelden. Maar ook heel erg fysiek hard, hè? Fysiek, het is natuurlijk wat de scheidsrechter toelaat, maar dat was wel over het randje met Eindhoven. Nou goed, dat ben ik niet met je eens, maar goed, dat zal jij wel gezien hebben. Maar ik vind gewoon dat de jongens zich gedragen hebben naar de grenzen van de scheidsrechter. En compliment voor de scheidsrechter. Als je zo'n grote wedstrijd, als je dat kan beëindigen met 0 gele kaarten, dan doe je het goed. Ja, ik had het ook over de wedstrijd in Lienden. Deze was natuurlijk van een heel ander niveau. Ja, nee, goed, ik dacht het over vandaag gehad. Ja, wat daar gebeurde, ja, goed, ik kan me niet allemaal voor de geest halen. Maar er zaten een paar ongelukkige momenten bij, waarbij die ene jongen zwaar geblesseerd raakte. Ja, goed, dat hoort bij het voetbal en de scheidsrechter heeft dat niet beoordeeld als zijn rode kaart of gele kaart. Nee, even terug naar deze wedstrijd, analyseer.
Ja, goed, dat zeg ik. We begonnen sterk en we lieten Tech niet voetballen. En ik denk dat je dan uiteindelijk terecht op 1-0 komt. Had je misschien wel eerder beter moeten uitspelen. En de tweede helft verandert er eigenlijk weinig op houdens van het laatste kwartier. Waarbij Tech dan 1-op-1 gaat spelen en lange ballen speelde. Dat konden wij goed neutraliseren. Daar kwam weinig gevaar uit. Dus we hadden een bal op de lat. En de bal op de paal is eigenlijk de enige kans waarvan ik zeg van nou, dat was echt gevaarlijk vanuit Tech kant. Al met al, voor jullie, het gaat lekker. Ja, 5 wedstrijden, 15 punten. Dus dan doe je goed mee. En ik kan ze niet meer dan een compliment geven dan de jongens. Het is voor jou eigenlijk een afscheidstournee, hè? Jij gaat volgend jaar naar Spakenburg. Tot aan die tijd nog even presteren bij Linde. Die eerste 7, dat gaan jullie wel redden. Daar ga ik nu wel van uit, ja. Maar goed, zolang we dat niet officieel hebben, is dat doelstelling nummer 1. En dat klinkt misschien heel raar nu je 5 wedstrijden, 15 punten haalt. Maar ik wil afscheid nemen met een kampioenschap. En nummer 7 is in mijn ogen ook kampioen zijn. Ja goed, als je eerste kan worden, moet je het niet laten. Maar goed, we spelen natuurlijk nog over 2 weken tegen Koninklijke HFC thuis. En dan gaan we uit naar Maghreb en dan hebben we de laatste wedstrijd. De treffers thuis. Dus het programma is natuurlijk hartstikke moeilijk. Maar deze groep is klaar om zulke wedstrijden te spelen. Nou, nogmaals gefeliciteerd en veel succes nog. Dankjewel. Frits van den Berg, trainer van TSC. Weer een voorbeeld van de jongens tegen de mannen? Ja, uiteindelijk wel. En als je het beeld van de hele wedstrijd bekijkt, dan denk ik gewoon dat Linde het heel professioneel uitspeelt. Dat Linde ook echt de wedstrijd speelt. Om uiteindelijk op resultaat uit te komen. He, dus met niet met mooi voetbal. En maar wel heel degelijk achterin. Ja, en zij hebben de 3 punten in de knip en wij niet. Ja, goed. Maar dat is ook de realiteit. En wij hebben getracht met goed voetballend spel via het middenveld en via de zijkanten. Hebben we geprobeerd om uiteindelijk een bres te slaan. Dat lukte 1 keer. He, en in de tweede helft. In de eerste helft heb ik geen enkele kans kunnen zien. En terwijl de tegenpartij wel degelijk kansen heeft gehad. Hè, want uiteindelijk krijgt ook Vreekamp nog een fantastische kans in een counter. Maar die schiet hij gewoon hopeloos over. Maar als je het beeld van de hele wedstrijd bekijkt. Dan is het, vind ik, dat we voetballend gewoon heel goed hebben meegedaan. Maar je koopt er helemaal geen donder voor als je gewoon op het einde van de rit met 1-0 een wedstrijd verliest. En zo ging het. Ze hebben het gewoon professioneel gedaan. Linde was gewoon hartstikke goed. Ze hebben TSC ook geen moment in het spel gelaten. Nee, het is er een moment uitgekomen. Nee, maar kijk, dat heeft ook te maken met hele kleine dingen. Kijk, de overtredingen die gemaakt worden, die zie je. Professioneel? Ja, professioneel. Maar die zie jij, die zie ik. En er zijn momenten bij geweest, daar waren wij niet echt in het voordeel. Ik vond de scheidsrechter goed fluiten, hoor. Dat vond ik niks op aan te merken. Alleen ik vond, er waren wel eens momenten, dacht ik van nou, bijvoorbeeld bij cornerballen, dan zie ik nummer 24, Ayag, die zie ik vechten, gewoon in de 16. Ik zie op een gegeven moment in de eerste helft dat Sebastian van der Smand gewoon vastgehouden wordt aan het shirt. En daar wordt niet voor gefloten. Dus dat mag. Dus dat mag dan. En dan denk ik, ja, maar zo zijn de spelregels niet. Nou ja. En die grens zoekt Linde op. En dat hebben ze prima gedaan. En uiteindelijk winnen ze dan gewoon de wedstrijd. En uiteindelijk is deze 6-punten-wedstrijd, want het is gewoon een 6-punten-wedstrijd geweest, is gewoon in ons nadeel uitgevallen. En we hebben 1 troost. Una die speelt gelijk uit bij Snake. Dus dat is voor ons gelukkig. Sven van Ingen, man of the match. Je hebt een berenpot gevoetbald, maar we kopen er niks voor. Dankjewel. Ja, nee, we kopen er inderdaad niks voor. Knullige goal tegen, ja, en dan gooi je het op slot en ja, nog wel wat speldeprikjes kunnen geven, maar ja, dat is niet genoeg. Het was vechtvoetbal, laten we daar maar op houden. En toch zat het er nog wel een keer in voor jou, hè? Ja, ik had nog een kans. Uit het draai schoot ik nog op de paal en laatste half uurtje in de spits gespeeld. Maar, ja, mag niet baten, maar ja, ze deed het ook gewoon goed verdedigend en zette goede blokken. En ja, ze zijn toch iets slimmer dan in die duels dan wij. Heb je een klote gevoel of vind je het wel oké? Ja, ik heb wel een klote gevoel. Want ik kom natuurlijk uit de buurt. Berlijn gespeeld, dus ja, bijna alle supporters die komen kijken, die ken je. En ik denk dat ik het nog wel even ga horen. Ja. Dus dat is niet zo leuk.
De beleving, want het zat vol op de lok, hè? Ruim 2000 mensen. Hoe heb je dat als speler ervaren? Ja, van tevoren in de warming-up zie je dat het heel erg vol loopt. Als je dan in de rust naar buiten komt, dan zie je ook wel weer dat er heel veel mensen staan. Nou, op een gegeven moment, als je aan het spelen bent, merk je dat niet zo. Maar ja, na de wedstrijd dan sta je eigenlijk wel even te kijken van... het is natuurlijk het gevoel naar die nederlaag die overheerst. Maar het is toch wel mooi dat die mensen ook grote getalen hier naar de lok zijn gekomen. Nog 4 wedstrijden, 4 finales. 4 finales, ja. Ja, ik denk dat eigenlijk elke wedstrijd voor ons dit seizoen de finale is geweest. Dus hartstikke zwaar. We komen natuurlijk uit de hoofdklasse. En we doen gewoon goed mee en we moeten nu gewoon die laatste 4 wedstrijden winnen om alsnog die tweede divisie in te gaan. Je Bartels, je moet een rotgevoel hebben. Nou, dat kun je wel stellen, ja. Ik denk dat iedereen enorm uitkeek naar deze wedstrijd. Alle voorbereidingen waren getroffen. Maar ook alle supporters, leuk wat ze allemaal hebben gedaan. Maar we hebben alles gegeven, maar het mocht niet baten. Je hebt heel wat kilometers gemaakt, je hebt je suf gelopen, maar ja, ook dat had eigenlijk geen resultaat. Ja, nee, dat kun je wel stellen. Ja, ik heb mijn best gedaan, ook hoe zeg je dat, dat was ook wel nodig denk ik met de druk zetten. En vooral de tweede helft, dan heb je toch de lange bal op Sven zoeken, dan moet ik veel loopwerk verrichten. Moet je een beetje geluk hebben denk ik, dat die bal juist voor je voeten komt of dat je hem net even lekker meekrijgt. Maar ja, als dat niet gebeurt, dan loop je voor niks. Het tactische plan, zoals dat van tevoren besproken was met de trainer, kwam dat eruit? Nou, ik denk de eerste helft een stuk beter dan de tweede helft. De eerste helft was denk ik gelijkwaardig. Het was vooral op het middenveld dat er gespeeld werd. Allebei mogelijkheden, een paar kansjes over en weer. En ja, we krijgen gewoon echt een klote goal tegen de laatste minuut voor rust. En op het slechtste moment gebeurt dat. En de tweede helft zijn we daardoor gedwongen om ons speelstijl wat aan te passen. Spelen ook wel een beetje in de kaart. Het is niet ons type spel om zo lange bal naar voren te spelen. Maar wat ik beter uit moet spelen, denk ik. We hadden meer de zijkanten nog kunnen zoeken. Ja, maar die mogelijkheden moet je wel hebben. Hey, ja. Uiteindelijk hard gewerkt, 0 punten. Ja, nou ja, dat is een leuke conclusie voor deze avond. Helaas, maar wel waar. Dan de uitslagen per 10 april, waarvan 2 wedstrijden op 9 april zijn gespeeld. Sneekwit-Zwart, UNA 0-0, TSC FC Liende 0-1, OJC Rosmalen EVV 2-2, Koninklijke HFC De Treffers 3-3, HSC 21 HBS 1-0, AFC Hercules 0-2 en JVC Kuik VVSB 1-3. Dan de stand per 10 april blijft ongemeen spannend. Bovenaan nu FC Liende, 48 punten uit 25 gespeelde wedstrijden. VVSB vinden we terug op de tweede plaats met 43 punten met 1 wedstrijd minder gespeeld. De Koninklijke HFC heeft 42 punten uit 24 gespeelde wedstrijden. En TSC staat nu op de vierde plaats met 42 punten, ook uit 24 gespeelde wedstrijden. De Treffers uit Groesbeek, 40 punten. AFC uit Amsterdam ook 40 punten. En UNA... die staat op plaats nummer 7, dat toegang geeft tot de nieuwe te vormen tweede divisie. 39 punten uit 25 gespeelde wedstrijden. De eerstvolgende thuiswedstrijd van TSC is op zondag 1 mei. Dan wordt op Sportpark De Lok vanaf 2 uur gespeeld de wedstrijd TSC tegen Sneekwit-Zwart. De eerstvolgende wedstrijd uit van TSC is op 24 april. Dan reist de ploeg van Frits van den Berg af naar Noordwijkerhout en wordt dan gespeeld tegen VVSB. Tot zover deze aflevering van TSC TV. Graag tot de volgende keer.